Hi, welkom bij Accordeon Spelen les 34. Ik heb verschillende berichtjes gehad en vragen van mensen over het tegelijkertijd bassen en spelen. Ik begrijp dat dat problemen geeft. Want je moet twee handelingen doen, één aan de rechterkant en één aan de linkerkant. Ik heb er wel een kleine oefening voor om daar wat vaardigheid in te krijgen. Ik ga staan om je te laten zien wat ik daar voor een oefening voor heb. Aan de rechterkant van de klavier, hier dus, ja, daar spelen we, zetten we vijf vingers op de C, de D, de E, de F en de G. Ja, en we spelen. Het is makkelijk. Boer, er ligt een kip in het water. Aan de linkerkant, dan gaan we gelijktijdig met je ringvinger op het knopje met het deukje. En je middelvinger achter het volgende knopje, in dezelfde rij. En dan doen we dit. Dus dat is C, bas. Gelijktijdig gaan we aan de rechterkant dit doen. Daar gaat hij. Ja. Als je dat goed oefent, dan kun je het ook nog wat sneller. Ja. Als je dit gedaan hebt en het gaat goed, dan gaan we naar een driekwartsmaat. Dat wil zeggen, die doet dit. Per toon. Ja. Dat is eigenlijk de hele oefening. Een simpele, maar wel doeltreffende oefening. Want het gaat over de beweging aan de rechterzijde en aan de linkerzijde gelijktijdig. Probeer deze oefening eens. Laat weten wat je ervan vindt. Ja. En wil je, heb ik er vragen over? Stuur me een e-mail. Hieronder is mijn e-mailadres. Stuur me een e-mail. Ja, en kijk ook op de site dirktoets.nl, want daar vind je ook nog informatie. Ik zou zeggen, heel veel oefenen, goed blijven oefenen, want oefening baart kunst. Oefening baart accordeonkunst. Heel veel oefenen, ja? Oké, heel veel succes. Vergeet niet te liken. Tot kijk. Houdoe.